Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Deze video gaat over een vraag die ik echt volgens mij het meest heb gehad. En dat is: maak alsjeblieft een make-up stash video. Ik heb hier zo lang mee gewacht. Ik heb het ook een aantal keer al gezegd, maar ik zal het nou weer zeggen. Ik heb hier mee gewacht omdat mijn beauty room er niet uitzag. Sommigen van jullie weten al dat ik mijn video's maak op zolder. De hele zolder is ingericht op mijn beauty kanaal. Ik ben daar heel blij mee, anders moest ik het allemaal doen in mijn slaapkamer en nu heb ik gewoon een extra kamer ervoor. Alleen het was echt een bende. Het zag er niet uit en ik dacht nee, zo kan ik echt geen make-up stash video gaan maken. Nou, ik heb dus recent een aantal tripjes gemaakt naar de IKEA en ik heb alles veranderd. Ik heb een heel nieuw bureau, ik heb nieuwe lades, ik heb alles nieuws zodat ik gewoon al mijn make-up goed kon opbergen. Want ik had ook geen bureau die echt groot genoeg was. Ik had steeds meer make-up en meer make-up omdat ik steeds meer video's maakte en meer testen. Dus mijn make-up stash was echt te groot voor de ruimte die ik had. Dus nu heb ik gewoon genoeg ruimte. Al heb ik nog steeds een beetje plek tekort op sommige plekken. Het enige wat ik nog niet heb is de grote Alex-la. Die heel veel mensen vast al kennen. Of ja, kast. Alex-kast. Met van die 9 lades. Die wil ik hier nog bij zetten. Maar voor de rest heb ik alles al. Dus ik dacht, ja, ik kan wel alvast een video maken. Dus vandaag gaan jullie zien waar ik mijn video's opneem en al mijn make-up. Dus blijf vooral even kijken. Nou, dit is dan waar ik mijn video's opneem en waar ik mij gewoon elke ochtend opmaak. Let vooral niet op de stoel die een beetje scheef is gemaakt. Want dat heb ik gedaan, want het lukte me niet om hem gewoon recht te krijgen. Maar whatever, ik kan er gewoon op zitten. Ik heb dus 1 ring light waar mijn camera dan normaal zit. Ik heb 2 grote softboxen. Ik zal alles wat ik heb in de beschrijving zetten en dan kun je het gewoon vinden. En ook de prijzen, want ik weet nou even niet alles uit mijn hoofd. Die ring light was volgens mij 70 euro. Niet zo heel duur. Ik heb daar een lange spiegel staan. Die heb ik staan omdat ik hier ook mijn haar doe. En dan gewoon alles goed moet kunnen zien. Dus vandaar dat die daar staat. Ik heb dus mijn bureau. Ik heb 2 losse Alex kasten. En daar heb ik een losse witte plank voor bij gekocht. En die erop gezet waardoor het dus een bureau wordt. En die 2 kleine lades en plank die op het bureau staan. Dat is ook een los onderdeel van de IKEA die je gewoon los kunt kopen en erop kunt zetten. En ook die zal ik gewoon allemaal in de beschrijving plaatsen. En de stoel is ook van de IKEA. Die was echt maar 20 euro. Als je nog extra leuk wilt maken kun je er een soort van bondje op leggen. Dat is ook wel leuk. Ik vond het niet zo fijn omdat die bond allemaal bleef haken aan mijn kleding en ik helemaal onder haar zat. Dus vandaar dat ik die heb weggehaald. De spiegel die op mijn bureau staat is ook van de IKEA. Die is 20 euro en die is echt super fijn. Hij is lekker hoog en je kunt lekker goed alles zien en je kunt ook heel veel zien omdat hij best wel groot is. Nou, ik heb hier al mijn kwasten staan. Dit zijn letterlijk al mijn kwasten, dus ook de kwasten die ik niet vaak gebruik en de kwasten die ik het vaakst gebruik. Al moet ik wel zeggen dat ik bijna al deze kwasten gewoon gebruik. Deze glazen zijn ook van de IKEA. Dit zijn gewoon normale drinkglazen, maar ik heb ze gekocht als kwasten, houders en hier zitten al mijn sponsjes in. Mijn 2 beauty blenders, deze spons van de IKEA. En daaronder is een Real Technique spons. Die gebruik ik eigenlijk bijna nooit, vandaar dat hij ook helemaal onderop ligt. Hier staan al mijn haarproducten. Ik gebruik nou op dit moment deze het meeste voor mijn krullen. Deze vond ik niet zo fijn. Ik heb die al getest en mijn haar werd heel plakkerig. En deze moet ik nog uitproberen. Ik heb hier gel voor als ik een knot of een staart maak. Dan heb ik gewoon deze goedkope gel van de Action. Ik heb mijn Apogee 2-step treatment. Die is echt heel fijn. Dat is een proteïnebehandeling die je elke 2 maanden moet doen. En gewoon wat haarspray, haarolie, niks bijzonders. Hier is een nagellak voor mijn teennagels. Want die doe ik altijd met zwart. En dit dingetje is ook heel handig. Ik heb die van de AliExpress, maar je hebt ze ook bij de Boosje Shop. Dit is heel handig als je gewoon snel je kwasten wilt schoonmaken. Mijn kwasten zijn al ook een beetje vies, dus don't judge. En dan doe ik het gewoon even snel hierin. En dan wordt hij gewoon wat schoner. En dan kan ik me gewoon snel opmaken zonder de hele kwasten hoeven te wassen. Hierin liggen al mijn bronzers. Ik heb er niet echt heel veel. En dit komt omdat ik vooral de Hoola Benefit bronzer gebruik. Dit is mijn kleine Hoola Benefit bronzer. Ik heb nog een grotere, maar die ligt in de laas. Ik heb deze van Wet n Wel. Die is ook heel fijn. En hier heb ik een bronzer van W7. En hier ook van W7. Deze zijn allebei van W7. Deze is best oké, maar deze is echt helemaal niks. Die is echt veel te donker. Ik heb ook op mijn bureau dit soort van plastic dingetje. Dit heb ik gedaan zodat mijn bureau niet vies wordt. En alles wat vies wordt, komt dan hierop en dit kan ik gewoon lekker makkelijk schoonmaken. Is ook gewoon van de IKEA. En aan deze kant heb ik gewoon die bloem gekocht. Ook bij de IKEA. Gewoon alles is echt van de IKEA. Die heb ik gewoon daarbij gezet. Gewoon om het mooi te maken. Hier zijn wat lipstickjes. Het is niet per se dat ze hier liggen omdat ik ze vaak gebruik. Maar gewoon om het op te vullen. Dit is de dagcreme die ik altijd gebruik. Deze is gewoon van de Lidl. Mijn MAC Fix Plus staat hier omdat ik die ook vaak gebruik. En ik heb hier mijn wimperlijm. Die heb ik ook gewoon hier staan omdat ik die vaak gebruik. En de la op mijn bureau. Hier zitten make-up wipes. Hier wat haarspulletjes, wat klepjes en zo.
Hier zijn wat wattenschuifjes en hier wat wattenstaafjes. En in de andere kant liggen al mijn borstels en zo. En al mijn haardingen om mijn haar vast te doen naar achteren. Al mijn haarbandjes die ik altijd in doe als ik video's maak. Nou gaan we beginnen met de eerste ladekast. Dit is mijn eerste la. Dit bakje is een bestekbakje, ook van de IKEA. Daar doe ik mijn make-up in. Ik heb hier al mijn foundations. De Milani Foundation, Wet n Wild, Maybelline, Kiko. Deze die ik nooit gebruik. Fit Me, nog steeds een van mijn favoriete foundation. Foundation sticks van alle foundations die ik heb. Hier liggen al mijn primers. Dit stukje is iets te klein. Ik heb iets te veel primers. Ik heb deze van de Kiko en Aloe Vera. Mijn twee favoriete primers voor de droge huid. Ik heb mijn Filorga primer, Smashbox. Ik heb hier ook Catrice, Maybelline, Kiko. Wat heb ik hier? LA Girl, NYX. Ik heb echt van alle soorten primers. Hier zijn al mijn concealers. Dit zijn de drie concealers die ik het meest gebruik. Van Catrice, Makeup Revolution en Maybelline. Dus deze gebruik ik echt het meest. En hier zijn al mijn gezichtspoeders. Van Beauty Bakery, Milani, Essence, All About Matte. Ik heb deze van Kiko, L'Oreal. Dit zijn van al mijn gezichtspoeders. De volgende la. Deze dingen zijn ook van de IKEA. Die zet ik ook gewoon in de beschrijving. Ik heb hier al mijn blushes en al mijn contourdingetjes. Hier zijn al mijn contourpaletjes, zoals deze van NYX, die ik echt het meest gebruik. Die andere gebruik ik echt bijna niet. Maar ik heb ook echt een goede dupe van de NYX. En dat is deze van Makeup Revolution. Ik heb hier van Freedom, Anastasia, Beverly Hills. En hier zijn al mijn losse contourspulletjes. Deze super slechte van de Primark. Ik weet niet waarom ik die nog heb. Deze die ik het meest gebruik is deze van de Kiko. Die heb ik vandaag ook gebruikt. Deze contourstick is zo fijn en hij blendt echt heel makkelijk. Je hebt hem in twee kleuren, licht en donker. Ik heb de donkste kleur, dat is 201. Deze is zeker een aanrader. Ik heb hier al mijn blushes. Ik heb hier alle blush paletjes. Ik heb er maar twee. Deze van NYX en deze van Benefit. Hier zijn drie blushes van Benefit en twee Hoola Benefit bronzers. De Hoola Light en de normale Hoola. Je kunt wel zien dat ik die altijd gebruik om te bronzen. Ik heb hier ook twee paletjes voor blushes, maar ik gebruik die nooit, vandaar dat ik ze hier achter heb gezet. En ik heb hier al mijn losse blushes. Mijn nummer 1 is echt deze van Milani. Hoe heet deze? Dit is de Berry Amore Baked Blush. Dit is echt heel leuk. Wet n Wild. Ik heb eentje van de Hema. Ik heb van Clinique. Ik heb van deze was van Big Bazaar. Ethos. Essence. Ik heb echt van alles. Volgende la is wimpers en mascara's. Ik heb hier twee losse mascara's. En dit is omdat deze nog niet zijn open geweest. Dus ik heb ze hier apart. Ik heb hier een wimperkruller. En hier zijn al mijn AliExpress wimpers. Al mijn wimpers. Ik heb er echt heel veel, want ze zijn allemaal maar 2 euro en zo. Dus ik sla ze altijd in. Ik heb hier mijn twee lijmen. Deze is van Opola, maar die gebruik ik niet meer. En deze is van Duo. Dit is mijn backup zwarte lijm die ik altijd gebruik. Die is nog dicht. Ik heb hier ook nog wat losse wimpertjes. Ik heb hier twee van Queen Tarsi. Ook hele mooie wimpers altijd van haar. En hier zijn gewoon mijn mascara's. Ik heb er 5. Ik heb niet echt veel mascara's, omdat ja, ze boeien mij niet echt. Ik doe toch altijd nep wimpers. Maar mijn favoriete is deze van Essence. Ik vind die echt heel fijn. Nou, de op één na laatste la in deze kast is mijn oogschaduwla. Ik heb hier nog niet echt iets voor bedacht, want het is nou een beetje een puinhoop. Hier zijn al mijn losse oogschaduwen die ik niet echt gebruik, want ik hou meer van paletjes. Ik hou eigenlijk totaal niet van losse oogschaduwen, maar ik heb er van alles. Ik heb er best wel veel van Kiko, omdat ik daar natuurlijk heb gewerkt. Ik heb van MUA, ik heb nog meer van Kiko. Ik heb wat losse glitters, die gebruik ik wel echt vaak. Ik heb ook hier van Amy Sparkle, die hebben altijd hele mooie glitters. Ik heb hier van, ik weet niet eens van welke deze is. En de meeste zijn eigenlijk gewoon Kiko. Hier is al een van mijn favoriete paletjes, de Magic Palette van Juvia's Place. Super mooie kleurtjes. Ik heb hier de Heat Palette van Urban Decay, ook hele mooie kleuren. Ik heb hier daar de dupe van, die video hebben jullie vast ook al wel gezien. Het is echt een dupe van dat paletje. Als je die video nog niet hebt gezien, klik dan even hierboven ergens, ik weet niet waar. Ik heb de Carly Bible Deluxe Palette, ook een hele mooie palette. Dit is geen oogschaduw palette, maar hier heb ik allemaal highlighters in gedaan van Aim Sparkle. Let niet op hoe deze binnen eruit ziet, maar deze zijn allemaal super heftig. En dit zijn wel twee oogschaduwen. En ik heb hier deze van de Primark. Daaronder is nog eentje van Makeup Revolution. Maar ik heb
gebruik die niet echt vaak. Ik heb er hier een van Freedom. Ik heb hier de Cacao Blend Palette. Deze is ook echt heel mooi van Zweva. Ik heb de Chocolate Rose Gold Palette. Ik heb hier nog een Makeup Revolution paletje. Hierachter zijn allemaal paletjes die ik niet echt gebruik. Deze gebruik ik allemaal niet echt meer. Dus die plaats ik allemaal hierachter. Dit paletje van Wet n Wild is ook echt prachtig. In de onderste zijn 3 bakjes. En hier doe ik al mijn video ideeën in die nog eraan moeten komen. Dus nou hebben jullie al een beetje de sneak peek van wat er aankomt. Maar daar plaats ik dus spullen voor video's in. Nou, dan nu de andere kast. Dit is de eerste la. Deze is helemaal voor lipsticks gemaakt. Ik heb hier nog niet veel, maar ik heb nou wel gewoon genoeg plek voor als er nog meer lipsticks komen. Deze heb ik helemaal precies zo geknipt. En dan kun je gewoon van die perfecte vakjes maken voor al je lipsticks. Dus dat is wel heel fijn. In de tweede la, hier zijn allemaal liquid lipsticks. Dus alle liquids die mat worden. Deze is van NYX London, die is heel mooi nude. Ik heb hier eentje van City Colors. Ik heb er een paar van Ofra. Ik heb van NYX. Deze is ook echt heel mooi. Dit is de kleur 4, Naked Liquid Suede. Hele mooie kleur. Ik heb ook van BB Cosmetics, van I Heart Makeup. Ik heb hier ook van de Primark. Ik heb van alle soorten liquid lipsticks. Ze zijn bijna allemaal dezelfde kleur, maar daar hou ik gewoon van. Hier zijn al mijn lipglossjes en lipbalmpjes. Deze plek is eigenlijk iets te klein ervoor, maar ja, ik heb ze er gewoon allemaal in gedaan. Ik heb hier van Yves Saint Laurent glossje, balmpje van Kiko. Ik heb hier van NYX, Makeup Revolution, Primark. Dit zijn mijn favoriete lipglossjes. De 3D Hydra lipglossjes van de Kiko. Die zijn echt geweldig. Hier is er nog één. Die vind ik heel mooi. Hier is een lipscrubje. Deze vind ik trouwens echt helemaal niks. Wat ik wel echt minder vind van de Alex La van de IKEA is dat hij niet helemaal open gaat. Dus je kunt hier nog best wel ver naar achter. Hier heb ik allemaal grote lippotloden die gewoon groot zijn. Waarvan de bedoeling is dat je gewoon je hele lip ermee inkleurt. Ik heb er hier eentje van Kiko. Ik heb hier van Mana Cosmetics. BB Cosmetics. Ik heb hier van de Hema. Deze is trouwens echt heel fijn. De soft matte lipbalm. Ik weet niet of hij er nog is bij de Hema. Maar deze zijn echt heel fijn. Deze is in de kleur 13. Maar zoals ik al zei, ik weet niet of ze er nog zijn. En hier zijn al mijn setting sprays. Ik heb er eentje van BH Cosmetics. Ik heb de Slay All Day setting spray van Gerard Cosmetics. Ik heb hier de NYX Matte Finish en de NYX Dewy Finish. Maar die gaat steeds zo raar. Ik vond deze dus echt heel fijn, de matte van NYX. Deze is echt geweldig. Dus ik had ook de Dewy gehaald, maar ik vind die toch iets minder. Ik vind deze toch fijner, maar ik vind ze in principe allebei wel toppie. Nou, in deze laatste zit dit handige ding. Deze is ook gewoon te koop bij de IKEA. Die kun je daar gewoon vinden. Ik zet het in de beschrijving. Dit vakje en dit vakje zijn lippotloodjes. Ik heb er vooral heel veel van de Kiko, want ik vind die van hun heel fijn. Dit vakje zijn ook potloodjes. Ze zijn bijna allemaal zwart, want ja, ik hou gewoon van zwart. Ik heb van Lords & Berry, van Kiko hier eentje. Ik heb echt van alles. In dit vakje zitten mijn eyeliners. Deze is van Essence. Dit is de waterproof van Essence. Die is heel fijn. En mijn favoriete nummer 1 eyeliner. De Catrice Liquid Eyeliner in de kleur Dating Joe. En hier zijn al mijn wenkbrauw dingetjes. 2 wenkbrauwshells. Eentje van Essence, eentje van Kiko. Deze van Essence is echt helemaal niks. Deze is wel fijn van Kiko. En ik heb hier een wenkbrauwpotloodje van Big Bazaar. Die had ik toen gehaald voor een video. Ik heb hier mijn favoriete. Deze is van NYX. Brow pencil in de kleur black. Ze zijn bijna allemaal black. Makeup Revolution. Echt gewoon alles voor mijn wenkbrauwen. Hier ligt gewoon wat extra zooi. Gewoon, ja, dit is een puntslijper. Correctiepaletje van BB Cosmetics. Die ik niet echt gebruik, omdat ik het niet nodig heb. Hier zijn allemaal BB creams. Prima BB cream. Deze is van de H&M. Dit is een illuminizer. Als je die met je foundation mengt, dan wordt je foundation mooi glimmy. Deze is van de Lidl. Dus allerlei BB creams. Maar ik gebruik nooit BB creams. Dus die liggen daar gewoon. Hier ligt ook gewoon wat extra prul. Dit is een extra eyeliner die ik heb als backup. Dit is een pomade van de Hema. Ik heb hier 2 wenkbrauwpoeder dingetjes. Paletjes. Deze gebruik ik altijd voor mijn wenkbrauwen en dan gewoon de donkste kleur. Hier zijn mijn oogschaduwprimers. Die ik het fijnst vind is deze van Catrice. En mijn
Emiet oogschaduwprimer. En dat is deze. Die lijkt echt op de MAC Soft Ochre. En dit was het dan in deze la. Nou, een van mijn favoriete la's zijn mijn highlighters. Hier liggen alle losse highlights in. Deze van Too Faced is heel mooi. Die is heel mooi goud. Dit is de kleur You Light Up My Life. Ik heb hier een Wet n Wild highlighter. Deze is ook heel mooi. Deze van Sleek is ook echt toppie. Ik meng altijd die twee met elkaar. Ik heb ook hier twee highlighters van Makeup Academy. Of hoe je het ook uitspreekt. Ik weet allemaal niet hoe je dit zegt. Maar ik gebruik die niet echt. Want ja, groen en roze is niet echt mijn ding. Allemaal losse highlights van Makeup Revolution. Deze heb ik wel vaker gebruikt. Die is heel fijn. Dit is een losse highlighter. Maar die gebruik ik ook nooit. Want de kleur is niet echt mijn ding. Deze van de Kiko is echt top. Deze allebei zijn echt heel mooi. Kijk, die kleuren. Die lijkt een beetje raar groen, maar daar is die echt absoluut niet. Ze zijn echt heel mooi. Hier zijn mijn highlighter paletjes. Ze zijn allebei van Anastasia Beverly Hills. De Sun Dip, de Glow Kit is mijn favoriet. En ik gebruik altijd deze kleur. En ik heb hier de Aurora Glow Kit. Ze zijn wat apartere kleuren. En ik gebruik meestal die kleur of die kleur. En hier zijn al mijn liquid highlighters. Ook die kun je weer niet goed zien omdat ze helemaal achterin liggen. Maar ik gebruik die niet echt. Van Makeup Revolution heb ik eentje. Van Primark, van Beat the Blues, wat het ook is. En ik heb er ook hier eentje in het roze. Ja, deze gebruik ik eigenlijk nooit. En in de onderste la wat daar zit is eigenlijk gewoon een beetje prul. Hiermee maak ik mijn kwasten schoon. Een extra beauty bag, wat extra. Ja, gewoon allemaal extra dingetjes voor als er iets opgaat. And that's it! Nou, dit was dan de heel vaak aangevraagde video over mijn make-up stash. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 2 video's per week. Elke zaterdag en elke dinsdag om 1 uur. En ook een aantal extra video's die plaats ik ook af en toe. Mijn extra video's plaats ik 99% van de tijd op donderdag ook om 1 uur. En dan hoop ik jullie snel weer te zien bij mijn volgende video. Doeg!